Onze roadtrip begint in een van de warmste steden van Spanje, Sevilla. De kathedraal van Sevilla was oorspronkelijk een moskee, maar nadat de Moren uit Spanje waren verdreven, werd die omgebouwd tot kathedraal. Het is de grootste gotische kathedraal ter wereld, waarin je gemakkelijk kunt verdwalen. Het grote altaar, de Capilla Mayor, is het weelderigste van heel Spanje. En dat wil best wat zeggen. Het grafmonument van Columbus neemt een prominente plaats in. Al bestaat er grote twijfel over de echtheid van de beenderen die in de kist liggen. Een nog groter symbool van Sevilla is de Giralda. Een minaret die na de christelijke herovering als klokkentoren werd geïntegreerd met de kathedraal. In de Moorse tijd riep een imam vanaf de toren 5 keer per dag de gelovigen op tot gebed. De trap naar boven is in feite een sterk hellend pad, zodat de imam op een paard de toren kon beklimmen. Boven heb je een prachtig uitzicht over de stad en de kathedraal. Aan de voet van de kathedraal ligt het paleiscomplex Real Alcázar en de Joodse wijk Santa Cruz. Zonder twijfel een van de mooiste wijken van Sevilla. Het is één groot doolhof van elegante patio's en smalle straatjes. Plaza de España is in feite één groot gebouw met een centraal plein. Het werd gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1929 en was het Spaanse paviljoen. Opvallend is de wijdheid van het plein, de typische beschilderde keramieke wandtegels en de grachten waar toeristen met bootjes varen. In de voormalige tabaksfabriek, nu een universiteitsgebouw, rolde ooit het sensuele zigeunermeisje Carmen sigaren en sigaretten. Zij wisselde haar vriendje Don José in voor de stierenvechter Escamillo. Een drama dat Bizet inspireerde tot de opera Carmen. De Guadalquivir verdeelt Sevilla in 2 stukken. Vanaf de middeleeuwse Moorse vestingtoren Torre del Oro heb je een prachtig uitzicht op de wijk Triana aan de overkant van de rivier en op het centrum met zijn talloze bezienswaardigheden.
verderop vind je het Plaza de Toros. Hoewel het protest daartegen groeit, worden daar nog steeds dierengevechten gehouden. Via het Plaza Nueva en het Plaza San Francisco wandelen we naar de Iglesia del Salvador. Metropool Parasol op het Plaza de Encarnación. Een opmerkelijke en ultramoderne houten parasol is de nieuwste toeristische hotspot van Sevilla. Een lift voert naar het dak waar spectaculaire wandelpaden uitkijken op de wijde omgeving van Sevilla. Ons bezoek aan Sevilla sluiten we af in de wijk Triana aan de overkant van de rivier. Verlaten Sevilla en volgen zoveel mogelijk de Via de la Plata, de zilverroute, naar het noorden. Even voorbij Monasteria ligt bovenop een berg het klooster Tentudia, een voormalig Moors fort. De ridders van Santiago leverden hier in 1247 een beslissende slag tegen de Moren. Vanaf de berg heb je een magnifiek uitzicht diep Andalusië en Extremadura in. De meer dan 1000 kilometer lange Via de la Plata, aangelegd door de Romeinen, werd een van de camino's naar Santiago nadat in de middeleeuwen het verhaal werd verspreid dat er op de plaats waar later de kathedraal van Santiago zou verrijzen een graf was gevonden waarvan men veronderstelde dat het van de apostel Jacobus was. In Mérida, 25 jaar voor Christus gesticht door de Romeinen, tegenwoordig de hoofdstad van Extremadura, vind je veel overblijfselen uit de Romeinse tijd. Een brug over de Guadiana, een fraaie tempel en een imposant aquaduct. In het noorden van Extremadura ligt de middeleeuwse stad Cáceres. De Ciudad Monumental, de bovenstad, is rijkelijk gevuld met 15e en 16e eeuwse renaissancistische paleizen en poorten, neergezet door conquistadores die hun fortuin vergaarden in de Nieuwe Wereld.
in Trujillo, vaak aangemerkt als de mooiste stad van Extremadura, zijn opvallend veel roemruchte conquistadores geboren. De bekendste is natuurlijk Francisco Pizarro, een analfabeet en varkenshoeder die, zoals zoveel uit deze arme streek, naar de nieuwe wereld trok om daar zijn geluk te beproeven. Hij nam deel aan talrijke veldslagen en wist in 1531 in opdracht van Karel V de Inca's te verslaan. Uit dankbaarheid werd hij benoemd tot onderkoning van Peru. Plasencia is het culturele centrum van het noorden van Extremadura. Ook hier overblijfselen uit de Romeinse tijd en, zoals gebruikelijk, een sfeervol Plaza Mayor. Even voorbij Plasencia liggen de ruïnes van de Romeinse stad Caparra, destijds een belangrijk knooppunt op de Via de la Plata. We laten Extremadura achter ons en vervolgen onze reis over de Via de la Plata door de regio Castilië en León. De eeuwenoude universiteitsstad Salamanca is een van de interessantste steden van Spanje. De oude binnenstad is één verzameling van monumenten, waaronder de kathedraal het meest in het oog springt. Indrukwekkend is ook de voorgevel boven de toegangspoort van de universiteit. Wie hier tussen alle figuren een kikker ontdekt, mag volgens een legende rekenen op voorspoed en geluk. Het Casa de las Conchas is een 15e eeuw stadspaleis dat aan de buitenkant bekleed is met ruim 350 Jacobsschelpen. Tegenwoordig is het huis in gebruik als bibliotheek. Het Plaza Mayor is het historische centrum van de stad. Voor veel Spanjaarden is dit het mooiste plein van Spanje. En wij zijn het daar helemaal mee eens. S'avonds is het plein een levendige ontmoetingsplek in het centrum. Thank you.
Minder indrukwekkend dan Salamanca, maar minstens zo charmant is het aan de Douro gelegen Zamora. Noordelijker we komen, hoe frisser het wordt. Het landschap wordt groener en bergachtiger. Via een stukje Portugal, Pueblo de Sanabria en het Useiro-klooster bereiken we het einddoel van onze reis, Santiago de Compostela. Santiago is vooral het einddoel voor de vele tienduizenden pelgrims die jaarlijks via een van de vele camino's wandelen of fietsen naar deze bedevaartsplaats. Het bijwonen van een pelgrimsmis die wordt afgesloten met het laten slingeren van de Bota Fumero, een walmend wierookvat, ervaren we als een indrukwekkende afsluiting van een prachtige reis.